En om ook te zeggen dat de mensen die zich hebben aangesloten bij de militie, dat gedaan hebben nogmaals ter goedkeuring van de moorden. Dat is niet zo. U bent dus echt volledig de goede trouw. Het zou toch te gek zijn als ik dat goedkeur? Want u hebt ook tot 86 gewerkt voor de staatsradio. En dat veroordelen ook veel Surinamers. Mag ik nog heel even op de Surinaamse radio. Zo werd het, die werd gecontroleerd door de regering Wouters. Mag ik daar heel even antwoord op geven? Ja, mag u antwoorden? Nee. Ik ben dat hebben we gelezen althans. Ja, er staat zoveel in die krant. Maar daarom vraagt u. Ik heb gewerkt voor Radio Suriname Internationaal. Ja. En wat ik heel kwalijk vind, is dat ik ook verslag gedaan heb van de onderhandelingen om te komen tot de eerste vrije verkiezingen. Dat ik ook reportages gemaakt heb van de verkiezingsbijeenkomsten, waarbij het weer heel etnisch getint was. Ik heb gewerkt voor het radiostation, omdat ik gewoon heel goed met berichtgeving, reportages enzovoorts bezig wilde zijn. Ik mocht toen aan de universiteit in Jamaica mocht ik een zomercourse doen, radiodocumentaires en portretten. En dat de intentie, Bouterse heb ik daar nooit gezien. Ik heb ook niemand van het kabinet van Bouterse gezien die daar kwam. Het ging om de objectieve zuivere berichtgeving, niet propaganda voor Bouterse. Maar ik blijf het toch nog steeds merkwaardig vinden, ik bedoel, ik ben ook geen verzetsheld hoor, maar dat u tegen de Volkskrant 4 dagen voor u ontslag zegt, je zult mij nooit... Ja. Ik dat begrijp je zult van mij geen foto's. Ja, nee, dat vindt, heb ik gezegd. Dat, dat vind ik dat heb ik gezegd. Hoe kan dat? Nou, daar begrijp dat ik dus niks van. Ja, maar dat begrijp ik wel. Ja. Ik meende dat de enige officiële foto's die er waren van de militie, officiële foto's zijn waarbij je ziet dat Bouterse de wacht afneemt. Die zijn overal verspreid en die kom je in boeken tegen. Ik heb, vanaf ik in Suriname kwam, heb ik ook altijd... heb ik een publieke taakfunctie gehad. Ik presenteerde in het theater. Ik presenteerde op de tv, reclameboodschappen inspreken. Met andere woorden, de camera. Fotootjes, camera's, die, ja. Dat was ik gewend. De foto's zijn waarschijnlijk gemaakt door een Nederlandse collega van mij. Ja, met wie ik samenwerkte en die foto's maakte voor het ministerie. Ik wil zijn naam niet noemen. Want eigenlijk, als je dus nagaat dat ook een blanke Nederlander... Hij was niet de enige. In de militie zat, en die werkte ook voor het ministerie, is dat weer een bevestiging dat het min of meer werd van je verwacht, omdat je progressief was, ja. Nogmaals niet voor Bouterse als wel voor de opbouw van het land, dat je dus na de moorden ook zei, we gaan zelf de problemen van die oplossen. Club, hè, die militie, na die moorden omschrijven, waar u toen nog in zat. Wat ik me herinner is... Aan opbouwend voor het land. Wat ik me herinner is dat voor de moorden is het begonnen met het praten. Kapitalisme, imperialisme, Suriname als derde wereldland. Ja. Toen heeft men maar ook maanden... Maar mensen schaduwen en zo, en de boel... Dat weet ik. Maar het is toch nee, geen... ik niet. Maar mevrouw Bijlhout, het is toch naïef om te denken, als je zegt, dat kan ik me niet meer goed herinneren, die trainingsweekenden die vonden plaats in de Ayoko. Ik heb het Ayoko, ook wacht even. Verteld in de Ayoko-kazerne, die vonden plaats in de Ayoko-kazerne nabij Sanderij. Dat ging niet over Schulbakken. Dat is gewoon een militaire training. Ja. Dus hier heb je toch ook de burgerwacht? Maar dan is het toch merkwaardig dat je, als je dat goed weet... Ja. Dat je dat niet meer kan herinneren. Nee, omdat het voor mij niet gekoppeld was aan het goedkeuren van de moorden. En na dat weekend heb ik het ook altijd over gehad. En na dat weekend leerden ze ons marcheren. Je werd gedrild als een militair. En toen ben ik thuisgekomen en heb gezegd, vernederd worden, militairtjes spelen, dat is niks voor mij. Dus dat was na het weekend waar die foto's genomen zijn. Ja. Dat was dus mei 83. Ja. Nou is er nog, we waren vorige week bij de LPF. En hoorde je wat stemmen die suggereerden dat die foto eigenlijk al, zowel binnen de LPF als andere kringen, circuleren en dat ze gewacht hebben tot u beëdigd zou zijn om die foto naar buiten te laten brengen. Waarom zou ik dat ik daar nee, nee, dat, dat, met... dat binnen de LPF leefde dat idee. Er zit een glimlach om uw mond dat u er ook van gehoord. Dat met anderen wist dat die foto maar was. Dat geloof u hebt niet. Het ook ik gehoord? Denk, ja, dat heb ik gehoord, maar... Binnen de LPF leeft dat gevoel ook. Ik denk, nee, de foto's... het is natuurlijk inderdaad heel vreemd, als ik het altijd over de militie gehad heb, dat die foto's niet eerder boven water gekomen zijn. Maar... het is niet mijn indruk, misschien is dat weer die politieke naïviteit, dat men dit willens en wetens heeft willen doen. Het is een toevalligheid, want de avond ervoor belde Joost Oranje me ook voor het eerst van, er komen foto's, morgen foto's.
Ik heb begrepen, op een bepaald moment heeft een verslaggever van RTL 4, die kwam die foto's tegen. Ja. En ik vind het ook niet meer dan correct dat ze die foto's naar buiten brengen. Ja. En die foto's heeft ze niet bij één persoon aangetroffen. Die schenen in het album te zijn. Voor mij weer een bevestiging dat mijn Hollandse, Nederlandse collega, waar ik projecten mee deed op het ministerie, kiekjes maakte. Ja. En daarom zijn wij de foto's... Moreel lijkt u me echt zuiver op de gaten, als ik dat zo... En nu komt het bij. Nou ja, u bent 8 dagen staatssecretaris. 8 uur. Of 8 uur? Ik heb daarvoor. Ja. Daarvoor heb ik ook gewerkt hoor. Dus ja, nee, maar ik kan het zeggen, neem maar over dat beroemde wachtgeld. Filomena Bijlhout, zoals gezegd, ook aan tafel. En was op de 22e juli een 30-dagdeel staatssecretaris voor emancipatie en gezinszaak. Wij hebben begrepen van u dat u in aanmerking wilt komen voor wachtgeld. Want als je eenmaal staatssecretaris of minister bent geweest, al is het maar 1,5 minuut, heb je recht op wachtgeld. Kunt u ons uitleggen waarom u vindt dat u daar recht op heeft? Omdat ik de afgelopen maanden heel hard gewerkt heb. Het is niet alleen dat ene moment geweest. Het is een regel. Wij, de LPF, heeft er niet voor gezorgd. De oude politiek heeft ervoor gezorgd. Maar juist de oude politiek, voor mij hebben jullie? Een tijd geleden is er in de Tweede Kamer hierover gedebatteerd. Het is niet veranderd voor regeringsvertegenwoordigers. Nee. Dus het feit ligt er. Wat ik belangrijker vind is, wat is de instelling van Filomena Bijlhout? Voordat we daarop verder praten, zou ik even nog willen vragen. Vindt u dat als je de minister-president niet geheel juist voorlicht, dat je dan toch recht hebt op het wachtgeld? Ik heb het niet met opzet gedaan. Nee, dat neem ik van u aan. Maar u heeft het niet juist voorgelicht. En de verantwoordelijkheid ligt ook aan de andere kant. Nee, de verantwoordelijkheid ligt bij u op dit geval, in uw eigen geweten. Nee, wat neemt u de andere kant kwalijk? Nou, dat... Dus Balkenende en... Balkenende neem ik niks kwalijk. Maar Balkenende heeft een apparaat van mensen om zich heen die dingen kunnen uitzoeken. En dat had beter moeten gebeuren. Ja, maar kan me voorstellen dat nou je moet toch, u had toch zelf moeten uitzoeken. Dan draai je de wereld op de kop. Nou, ik wanken en het gedaan. U was toch lid van die militie. Als jij zegt dat ik het zelf had moeten uitzoeken, dan ga je ervan uit dat ik mij ervan bewust was dat ik iets had gedaan. Nee, dat neem ik dan eventueel van u aan. Maar het blijft toch gek dat u met uw eigen geweten dan vindt, als je niet een gehele juiste gang van zaken hebt, dat je dan toch vindt dat je daar recht op hebt. Dat begrijp ik niet hoor. Dat moet u beter uitleggen. Ik begrijp daar geen barst van. Het is een regel. Ja. Het is zo gegaan. Ik heb er recht op. Ja. Ik heb mijn verantwoordelijkheden. Ik vind het belangrijker dat aan mij de vraag gesteld wordt. Vind jij het vanzelfsprekend dat jij de komende 2 jaren achterover gaat zitten in je stoel? Dat vind ik niet vanzelfsprekend. Die vraag komt straks. Maar nu is aan de orde dat ik er recht op heb. Maar juist Pim Fortuyn heeft altijd gezegd, dit soort regelingetjes allemaal. Pim Fortuyn heeft toch ons het idee gegeven dat dit soort regelingen van verleden tijd zijn. En is juist de eerste die er gebruik van maakt, is een LPF'er. En dat is een beetje in strijd wat hij wilde. Pim Fortuyn heeft ook tegen mij gezegd, als jou ooit de vraag gesteld wordt, hoe het zit met de militie, dan moet je zeggen dat Nederland Boutersen toen gefinancierd heeft en aan de macht geholpen heeft. En dat daar een stukje verleden zit waar duidelijkheid over Maar begrijp ik nou goed dat hij toen al onraad voelde? Ik heb begrepen dat er onderzoek naar is gedaan en dat daar gewoon een aantal feiten liggen. Maar u voelt waar dus, dit vandaan gekomen. U hebt geen gewetensbezwaar als u het gaat dan om ongeveer 15.000 gulden de maand, het wachtgeld, ik dacht. U hebt geen gewetensbezwaar als u dat bij spreekt, u vindt geen baan, dat u dat de komende half jaar. Want u hebt 2 kinderen waar je voor moet zorgen. Ik heb de afgelopen maanden, de beschadiging nogmaals, ik heb de afgelopen maanden heb ik heel hard gewerkt. Ik ben niet zomaar voorbij gekomen en 9 uren. Ik heb ook het weekend ervoor heb ik ook gewerkt. U heeft ongetwijfeld heel hard gewerkt en het is ook heel vervelend. Ja. Maar er behoort toch consequentie in de politiek getrokken te worden uit het feit dat u niet geheel juist de minister-president heeft ingelicht. En dan moet u toch zeggen vanuit uzelf, het spijt me, hier maak ik geen gebruik van. Nee, dat doe ik niet, want hoe zit het ook met de politieke consequenties nadat ik besloten had op de lijst van Pim te gaan? Vanaf dag 1 dat ik besloten heb op de lijst te gaan, ben ik verguisd. Ben ik uitgemaakt voor een nep-allochtoon? Ben ik uitgemaakt voor een racist? Ben ik uitgemaakt voor een rechtsextremist? Als ik ergens kwam, werd tegen me gezegd,
dit is mevrouw Belhout, die moet je in de gaten houden. Omdat men bang was dat er iets aangedaan zou worden. Het zou wel een hele chique daad zijn om nu afstand te doen van dat geld. Dat vind ik dus. Dan zou je meteen overal van af zijn en zeggen, nou respect voor. Maar dat zit er net niet in, hè? Dat zit er helemaal niet in.